Welkom bij een nieuwe aflevering van Arne Fotografeert. Vandaag gaan we op zoek naar echt Kempisch wild. Het konijn. Maar voor ik op zoek ga naar het konijn, moet ik natuurlijk mijn camouflagepak aan. Want dit hier is niet echt camouflage. Dus we gaan nu omkleren en dan gaan we zien of dat we het wild konijn kunnen filmen en fotograferen. Zo, ik heb me omgekleerd naar echte camouflagekleding en dan gaan we nu proberen naar open velden en zo te kijken of daar het wild konijn zit. Ik heb al een paar keer hier hetzelfde veld 4, 5 wilde konijnen gezien, maar ik denk dat het te vroeg is. Ik zag juist wel eentje weghuppelen. Dat we zien, maar die zit ergens in de bosjes, dus die gaan we nu niet meer vinden. Maar ik ben zeker en vast dat we vandaag het wit konijn kunnen vastleggen. Kom, we gaan kijken. Ik heb zojuist al 2 konijnen vliegensvlug zien wegrennen. Van deze kant. Ongeveer een half uurtje moeten wachten. Van 17 uur tot 17 uur 30. En ik heb al 2 konijnen kunnen fotograferen en filmen. Hier van dichtbij. Het ene zat daar. Bij de laatste schaduw dat je ginder ziet, zat er een. En ja, hier bij een bosje zat er ook een. Die had me al gezien en toen ik me een klein beetje bewoog of de vetstruik was terug in. Maar ik ben er vrij zeker van dat ze nog wel terugkomen. Dus ik ga nog wel wachten. Hetzelfde weiland. Dat is de konijn. Komt er juist uit. Ik probeer het op. Hij loopt er, Zie.
helaas geen konijn meer gezien. Behalve die konijn die wegliep. Het is ondertussen al 19 uur. Ik ben toch blij met mijn foto's en filmpjes die ik vandaag al heb kunnen maken. Waarschijnlijk komen de konijnen pas 's avonds laat weer uit te straken. Maar ik heb alleszins genoten ervan. Ik zie jullie graag in de volgende aflevering van Arnhem.